Wij herdenken samen, dames en heren, jongens en meisjes. Laatst sprak ik een 88-jarige mevrouw uit een van onze verzorgingstehuizen over deze vreemde coronatijd. En ze zei, het lijkt elke avond wel 4 mei op straat. En heel eerlijk, ik snap de vergelijking wel. Stilte, amper mensen op straat. Soms een auto of alleen het gefluit van vogels. Vandaag is het 4 mei en het is een dode herdenking, uniek in haar soort. Ik sta hier namens ons allen. Alleen, samen. We gaan met elkaar door een moeilijke tijd, een unieke tijd. Want hoewel 2 maanden geleden nog alles gewoon leek, bevinden we ons nu ergens waar velen van ons nooit eerder waren. In een periode van angst, van onzekerheid. Angst over de impact op de gezondheid of de economie. Onzekerheid over hoe lang we nog in deze onwerkelijke wereld gevangen zijn. Een wereld van virtuele verbondenheid, waarin we zelfs niet even een arm om iemand zijn schouder kunnen slaan. We zien heel veel creatieve oplossingen, dat zeker. Maar de verbinding met elkaar is anders. Toch gaat het vandaag vooral over die verbinding. De verbinding met een andere unieke periode, ruim 75 jaar geleden. Natuurlijk, de vergelijking met oorlog gaat mank. En toch was dat de laatste keer dat ook in Helmond mensen zo massaal in angst en onzekerheid verkeerden als nu. In gesprekken met mensen hoor ik gelijkenissen en de herinneringen die bovenkomen. Aan de oorlog waarin, door een andere reden dan nu, de vrijheid van de Helmonders verdween. Alleen, hoe sterk we ook geraakt worden door corona, het is belangrijk het in perspectief te blijven zien. De Tweede Wereldoorlog sloeg wonden die mensen ook nu nog, anno 2020, sterk voelen. Want hamsteren, dat kon niet in de hongerwinter. In elke wandeling in de buurt school gevaar. Het was een tijd van angst als de vliegtuigen zich ronkend aan de hemel bevonden. Een tijd van onzekerheid, omdat je nooit wist wie er kloppend bij je aan de voordeur stond. En een tijd van onvoorspelbaarheid. Want wanneer was de vrijheid weer voelbaar? Niemand wist het. En bovendien, en dat is wellicht het belangrijkste verschil, waar we nu een gebrek aan bewegingsvrijheid ervaren, werd in de oorlog de echte vrijheid aangetast. De vrijheid van geloof, de vrijheid van afkomst, de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. In die vrijheid leven we nu al 75 jaar. Om die verhalen te blijven vertellen, hebben wij vorig jaar in Helmond 21 struikelstenen onthuld. Stenen waar je letterlijk struikelt over de verhalen van toen. En één van die stenen was voor de familie Hanstein, een familie uit Helmond. Opgesloten in een concentratiekamp. Een familie, volledig getekend door de oorlog. 8 leden van de familie Hanstein werden vergast of stierven tijdens dwangarbeid. Slechts 2 broers overleefden de oorlog. Hun vrijheid was nooit meer zoals die eerder was. De struikelstenen staan symbool voor de oorlogsslachtoffers die onder meer hier achter mij in de gedachteniskapel worden genoemd. Stuk voor stuk, naam voor naam. Maar meer nog dan de aantallen of de namen zijn het verhalen die indruk maken. En dat is in 75 jaar niet veranderd. En ook vandaag, tijdens deze coronacrisis,
zijn het de verhalen die de crisis een gezicht geven. Van laatste bezoekjes, noodgedwongen achter glas. Van de overledenen die niet eens op een menswaardig afscheid konden rekenen. Of van mensen die binnen een paar dagen beide ouders uit het leven zien gegrepen. Als we één ding leren van het verleden, alleen via verdraagzaamheid komen we door tijden van crisis heen. Verbroedering en verbondenheid houden ons op de been. Het is dat wat ervoor zorgde dat Helmond 75 jaar geleden weer op de been krabbelde. Het is dat wat onze stad ook nu zo bijzonder maakt. We zijn een stad met oog voor elkaars zorgen en met oor voor elkaars emoties. Toen en nu. Dat is ook het mooie van 4 en 5 mei. Vandaag, dodenherdenking, confronteert ons met hoe diep we ons bevonden. Morgen, bevrijdingsdag, herinnert ons aan hoe sterk we terugkwamen. Een oorlog is met niets vergelijkbaar. Vrede is in Nederland het grootste goed. En toch, met onze ingeperkte vrijheid van nu, voelen we iets van wat mensen toen hebben ervaren. En de onzekerheid over wanneer het weer voorbij is. Maar net als 75 jaar geleden kunnen wij ook moed putten uit sprankjes hoop. Zoals het dalende aantal mensen op intensive care. Of een kind dat voor het eerst weer sporten gaat. Laat die veerkracht ons troost bieden. Ook voor de periode waarin we ons nu bevinden. Het is maandag 4 mei. Hier in het Hortensiapark hoor ik de stilte. Alleen de vogels maken geluid. Namens het college van burgemeester en wethouders, namens de gemeenteraad en namens de veteranen en oud-militairen van Helmond leg ik een krans. Net als Zijne Majesteit de Koning en mijn 354 collega-burgemeesters die dat vandaag doen. Zo ogen we misschien alleen, maar herdenken we samen. 75 jaar vrijheid te danken aan onze strijders. De manier waarop we ook deze moeilijke coronatijd door kunnen komen. Alleen samen. Samen alleen. En in gedachten bij elkaar. Mei, de dag van herdenking. Dit doen we samen, met z'n allen. Zoveel helden die zijn gevallen. Voor het vaderland zo trouw, is het nu tijd voor rouw. We herdenken onze helden. Vechtende, ter land, ter zee en in de lucht. Respect en een buiging is wat voor hen zal gelden. Zij die hebben gevochten voor de driekleur, brullend als een leeuw. Wij maken jullie trots, als wij klimmen naar vrijheid op de rots.